Ha, dag meneer Junior. Dag meneer Pietersen, ik wilde u even wat vragen. Oh, er zijn toch geen moeilijkheden, hè? Nee, natuurlijk niet, anders had mijn pa u niet 30 jaar op de fabriek gehouden, hè? Nou ja. Nee, mijn pa wilde u iets vragen, maar... ja, dat durft hij niet zo goed. Ja, hoe zal ik het zeggen? Hij is verlegen, hè? Oh. Hij is een beetje bescheiden. Nou, dan kan ik al jaren mijn salaris merken. meneer Pietersen, u kent mijn zuster, juffrouw Martha? Ja, die kijkt van zo groot af, ja, maar mijn zuster Martha is niet zo meer. Mijn zuster Martha is nu zo. Oh. En ze gaat trouwen. Nee, met wie? Met wie? Ja, dat is nou juist het probleem, meneer Pietersen. De aanstaande van mijn zuster is namelijk een Hollandse ingenieur. Hey. En die werkt in Australië en kan daar niet weg. Oh, dus het gaat niet door? Jawel, jawel, jawel. Het gaat wel door. Het gaat wel door. Hey, mijn zuster trouwt namelijk met de handschoen. En dat is nou juist wat mijn pa u wilde vragen. Wilt u als vrijgezeld zijnde met de handschoen trouwen? Moet ik met de handschoen trouwen? Dat heet zo. U trouwt wel, maar ja, wat zal ik zeggen? U trouwt eigenlijk niet, hè? U vervangt alleen even de bruidegom, omdat die niet aanwezig kan zijn. Nou, dat zie ik niet zitten. Nee, ik weet precies hoe dat gaat. Als dan de bruiloft afgelopen is, blijf ik met een wildvreemde bruid zitten. Wie weet wat uw zus allemaal voor plan is met me? Weet u dat niet? Meneer Pietersen, het is slechts een formaliteitje. Ja. U gaat naar het stadhuis, u tekent even de akte en dat is al. En wij nodigen u uit op de bruiloftsdiner. U bent onze gast. Oh, mag ik, is de bedoeling dat ik mee blijf eten? Jawel, meneer Pietersen. Hey. Mijn pa zou dat zeer op prijs stellen. En ik heb het menu gezien. Superbe, mag ik wel zeggen. Superbe, hoor. Heb ik nooit gegeten. Nee. Nooit gegeten. Houdt u van poulet roti mexicain? Poulet roti mexicain? Wat is dat? Dat is kip. Kip? Oh, dat kan je me onder begraven, meneer Junior. Kip, dat vind ik het lekkerste. Zo uit het vuistje, zo. Dat vind ik kip. Ja, kunnen ze me onder begraven. Dus wij kunnen op u rekenen, meneer Pietersen. Ziet er eens helemaal zitten. Nou, ja. Zullen we dan maar eventjes Ik moet wel denken aan die snuiter die in Australië zit. Wat zal hij de P in hebben dat hij weet dat een ander aan zijn kippetje zit te kluiven? Ja, laat me nou maar op. Jawel, meneer. Johan, direct van diner zit een van mijn personeelsleden, zeker meneer Pietersen. Een eenvoudige, brave ziel, maar hij zal zich misschien niet helemaal in ons milieu thuis voelen. Dus als jij misschien met de nodige tak eventuele moeilijkheden wilt oplossen, ben ik je daar dankbaar voor. Natuurlijk, meneer, daar kunt u op rekenen. Ja? Dan ga ik even terug naar de gasten. Gaan we gaan, meneer. Ja, zeker, zo. Ja. Nou, meneer Pietersen, het is allemaal prima, prima verlopen. Ja. Bent u blij dat het officiële gedeelte erop zit? Nou, ik wel. Zag u al die vrouwen naar me kijken? Ik schijn nogal indruk gemaakt te hebben met mijn jacket aan. Het ziet er ook fantastisch uit. Het zit perfect, ja, hoor. Superb, hoor. Wat? Superb. Ja, nee, nou, ik moet u zeggen, dat vind ik ook prima, hoor. Ja, belooft een feestelijk diner te worden. Ja, en daar heb ik op gerekend. Want weet je wat ik heb? Kijk, dat is geen gewone ring. Daar zit zo'n drukker in, hè. Als iemand een hand geeft, krijgt hij stroom. En wat ik ook nog heb, ik heb van die hem, hoe vindt u die? Heb ik ook meegenomen. En dat was tof, mijn jongen. Meneer Pietersen, dit kan helaas niet. Dit kan helaas niet, alstublieft. Oh, dus zo gezellig wordt het ook niet. Oh, er is die hier zo'n stuk. Morgen een andere neus kopen. Meneer Pietersen, er is nog één ding. Eén ding, ja. Mijn pa gaat straks onder het diner even de gasten toespreken. Ja. En nu zou het zeer op prijs gesteld worden als u, als onze gast, hè, als u ook een klein woordje zou zeggen, als u een tafelspeech zou afsteken. Ja, nee, dat kan ik niet, meneer. Nee, ik kan wel een goede mop vertellen. En dat is nog een... maar ik kan niet speechen. Nou, ik weet niet wat ik zeggen moet. Daar hebben wij al voor gezorgd. Daar heb ik voor gezorgd namelijk. Ik heb al iets op papier gezet. En onze butler Johan zal u souffleren dan. Hè? Oh, nou ja. Johan, dat je even... Dames en heren, even plaats. Zo, meneer Pietersen, mag ik dan nog eventjes van de gelegenheid gebruiken om u hartelijk te feliciteren voor uw bijzondere bereidwilligheid. Graag gedaan, graag gedaan. Nee! Oh, wat doet u nu? Wat doet u? Oh, en dat is wel lachen, hè? Oh, nou, ben ik niet aan gewend, hoor. Ja, die heb ik altijd bij me. Oh, grappig, grappig. Nou, ik mag u dan verzoeken plaats te nemen in de familiekring. Oh. Misschien is het wel aardig als u naast mijn dochter Martha wilt plaatsnemen. Hartstikke leuk. Ja? Gaat u even zitten. Zo, Johan. Kom en bruin. Zo. Zo, zo, zo. Hartstikke. Kan u erbij? Ja. Oh, dat is weer kwalijk. Zo. Zo.
Nou ja, juffrouw Martha. Hartstikke gezellig, hè? Ik vind het al bijzonder vriendelijk, meneer Pietersen, dat u vandaag onze gast wilt zijn. Ja. Ja. Nou, als ik het zo bekijk, vind ik het toch jammer dat ik niet mag blijven voor de huwelijksnacht. Ik zou zeggen, mensen, proost. Best wijntje. Ja. Dit is een Cateau de Haute Sauverne 63. Nou, het kan me niet schelen hoe oud Cateau is, maar hij is prima. Ja, nou ja. Dan ga ik nog een beetje bij lekker, vriend. Nou ja, doe maar even dan. Ja, dankjewel. Zo, mensen, ik zou zeggen proost ja. En volgende rondje voor mij. Ja. Binnen. Geachte familieleden. Beste meneer Pietersen, wij zijn hier tezamen op de wel zeer bijzondere huwelijksplechtigheid van mijn lieve dochter Martha. Ik ben niet met het lachen eens, maar goed. En mag ik u allereerst even verzoeken een toast uit te brengen op mijn schoonzoon, ja? Ik sta leeg. Had ik niet ook gerekend? Nou ja. Dankjewel. Zo. Nou jongens, ik zou zeggen, van de vissen. Nou ja, en, pardon, mag ik eventjes. Is dat van jou de beste ander kind? Personeel. Nou personeel. Ja, eventjes. Nou, wij hebben allemaal het glaasje gegeven. Ik zou zeggen, cheerio. Cheerio. Ja, ja, ja. Jongens, en kantel, jongens. Ja, nou. Ja, zacht erin, hè? Zo, mijn schoonzoon, die zoals wij alle weten helaas in Australië verblijft. Ja, zit achter de kangaroes aan. En, nou, of achter iets anders. Nou, moet ik even, nou, dat schiet maar eens in mijn gedachten. Moet ik even vertellen, wat krijg je als je een kruising tot stand brengt tussen een beer en een kangaroe? Nou, hey. Denk eens even na. Nou. Mondjassen met zakken erin. Stam de meneer, is je goed? Juist. Meneer Pietersen, ja. Mag ik even... Ja, daar is hier de deur uit. Ja, de ga dus je lieve Martha, je moeder en ik zijn ons bewust dat jij nu een volwassen vrouw bent geworden. Die haar eigen weg gaat in het leven. Immers, als de kuikentjes volwassen worden, verlaten zij de kloek. Het water loopt op mijn mond uit als ik direct aan die kip denk. Hij heeft het over de kloek, ik moet aan die kip denken. Die Mexicaanse jongen. Meneer Pietersen, mijn man is al het woord. Ja, als je maar voort mag, want ik ga maar verdoen. Ja. Martha, jij hebt voor je eigen leven gekozen als volwassen vrouw. En jij zult nu je verdere leven gaan delen met de man die jij lief hebt. Papa, ik ben zo gelukkig. Nou ja. Gelukkig. Voor mij ziet het helemaal niet zitten over die vogel in Australië. Nou, ja. Zal ik je eens even lekker gewennen, hè? Deze bruiloft is... Nee, ogenblikje. Meneer Pietersen, ogenblikje. U bent de bruiloft niet, natuurlijk. Oh. U bent slechts een figurant. Hè? Ja, maar ik zeg altijd maar zo. Beter één figurant in de hand dan een bink in het vreemde land. Hè? Ja. Meneer Pietersen, er zijn grenzen. Die worden verlegd. Vind het een beetje droge bedoeling, mensen. Laten we nog even drinken. Mag ik even bijschenken? Nou, ik geef het even over. Niet nou ja. U, vrouwtje, u nog wat. En u, meneer, u valt het natuurlijk over. Nee. U drinkt niet meer? Nee. Drink ik genoeg. Van uw vak, hè? Nee, ik ben schoenfabrikant. Wat is u? Schoenfabrikant. Schoen! Nou, dat is goed dat u spreekt. Moet u eens kijken. Die heb ik 14 dagen geleden gekocht. Er zit nou een gat in. Moet u eens kijken. Ja, meneer Pietersen. Dat is toch een schande? Dat is een schande. Meneer Pietersen. Huh? Zou u dat niet willen doen? Nee, maar ik heb er een gat in. Ja, dat maakt mij niet uit. Dat doen we. Ik heb er 14 dagen. Ja, komt u zitten. En ik loop nou al op mijn tandvlees. Komt u zitten. Ja, komt u snel zitten. Zo, ja. Zo, meneer Pietersen. Kan ik verder gaan? Ja, als u me voor mag, wat eten we koud, hè? Oh ja, nou ja. Ik zal het vanwege mijn
bepaalde omstandigheden het hierbij laten. Bon appétit. Wat? Bon appétit. Dat had u niet gezegd. Bon. Dat hebben we geen eten. Had u... Smakelijk eten. Oké, vertel het. Beginnen we met koffie? Dat is soep, meneer Pietersen. Turtelsoep. Turtelsoep? Je kan wel zien dat er op de zaak bezuinigd wordt, hè? Dat is een slap gedoetje. Meneer Pietersen, dit is schildpadsoep. Oh. Oh, die moet je natuurlijk langzaam opeten. Zit er geen bal ook in? Nou, dan stop ik in molen gies. Ja, ik vind het verrukkelijk. Vindt u het verrukkelijk? Dan heb u zeker nog nooit een goede erwtensoep gegeten, mevrouw. En een lekkere, stevige erwtensoep met een grote mop worst erin. Dat is even smikkelen. Je bent misschien een beetje laat rusten na afloop, maar... Oh, ja, zeg, je bent even maar alsjeblieft, zeg. Hallo, ja, Johan. Kan ik de soep al? Ja, maar even af, ik heb gegeten en gedronken op deze manier. Jongens, geef hem de koffie door. Even is makkelijker. Hé, de koffie door, hoor. Hé, schoenen. Hogo. Zo, Johan. Dat is lekker. Dat is zo. Dan krijgen we nou weer. Als ik het zo bekijk, mevrouw, hebben we een flinke alles. Meneer Pietersen, daar hebben we ons personeel voor. Ja, nou, als u handig bent, laten we ze allemaal even blijven. Even helpen afdrogen. En dan kan u ook helpen. U hoeft u vanavond ook niet uit te sloven. Super slimmerdag. Meneer. Hé? Meneer Pietersen, het is uw beurt om iets te zeggen. Ah, mijn Pietersen. Oh, ik zou het zeggen. Johan. Excuseer mij, dat is uit de hand gelopen. Dat is. Excuseer mij. Geachte disvrienden. Geachte visvrienden. Ik ben zeer verheugd in dit gedistingueerd gezelschap te zijn. Ik ben zeer verheugd in dit gedistingueerd gezelschap te zijn. Te zijn uitgenodigd. Om hier aan dit diner te zitten. Als gewone invité uit het volk. Als gewone abonnee van Vrije Volk. En ik wil ten slotte vanaf deze plaats... Mijn dank betuigen. Het tuig bedanken. Nee, mijn dank betuigen. Mijn dank bedanken. Dat kan toch niet aangezien. En beste mensen, hoewel ik een gewone arbeider ben, hè, heb ik toch in mijn lichaam een hart zitten. Maar niet alleen zit er een hart in, er zit namelijk ook een maag. En uit die maag komt één brandende vraag, waar blijft de kist? Ja, dat is ongelooflijk. Ja, sorry, dat is ongelooflijk. Ja, nee, mensen. Excuses, maar staan. Johan, breng die man naar de keuken, geef hem kip wat hij wil, of één, maar weg. Oké, okay, dat ik zie jou nog wel, hè? Nou, nee, dat is niet. Was u goed? Ja, ja. Nou, jongens, ik wacht de grootste eruit, hoor. Ja, ja, gaat u maar. Mijn excuses voor dit incident, dames en heren. Hij is weg. Ja. Het feest gaat door. Ja, dat dacht ik ook. Ja, mijn excuses hoor, voor dit incident dat allemaal gebeurd is. Ja, maar ik geloof toch wel dat zij het niet goed is. Je voelt je niet goed, maar het is misschien beter als je even terugtrekt in het boudoir. Neemt u mij niet kwalijk? Nou ja, ik begrijp het, lieve schat. He? Ik heb even, het is een beetje anders gelopen dan we gehoopt hadden, hè, Marta? Mijn excuses. Ja. Jawel, beste disgenoten. Sorry, incident. Niet zo bedoeld. Kom zitten, mama. Maar wij vieren feest. Een zeer bijzondere dag voor ons met onze dochter. En wij willen toch zeer zeker ook de heer Pietersen, ondanks alles wat we kunnen verwachten, bijzonder hartelijk danken voor zijn medewerking. Ja. En zijn bereidwilligheid van vandaag. En ik heb een blijvend presentje voor hem. En misschien is het wel aardig om dat hem nu even aan te bieden. Hè? Ja. Johan,
zou jij meneer Pieters even uit de keuken willen halen? Natuurlijk. Ja, dus misschien wel even aan. Kunnen we dat nu even aanbieden? Ja. Meneer Pietersen? Ja. Meneer Pietersen? Meneer Pietersen? Ja, is dat geroepen? Hier, hoor.